Stap 9. Voorbereiden van het conversatie-event tijdens en na het real-time-event. We hebben natuurlijk het contentplan al opgemaakt en een van de tips die we hadden bij het opmaken van het contentplan was dat je moet retroactief plannen. Dat betekent dat je moet plannen tot op de dag van het event zelf. En wat we hier nu zeggen is dat je het conversatie-event moet zorgen dat het conversatie-event doorloopt tijdens het real-time event. Zeker als je een event hebt van meerdere dagen. Je merkt dat waar er al heel weinig tijd zit voor de community managers en de event managers de week voor het event of een paar dagen voor het event, net daarom die retroactieve planning natuurlijk, zien we hier ook dat tijdens het event het soms nog erger is. Dan heb je helemaal geen tijd niet meer als marketeer, geen tijd meer als marketeer om het conversatie-event op een deftige manier te bedienen. Dus plan dat zoveel mogelijk. Hè. Als we hier kijken naar het festival Best Kept Secret, toch een van de leukste festivals die er is bijgekomen in de voorbije jaren, dan sturen die een festival dat doorgaat op 21, 22 juni in 2014. Wel, op 21 juni krijg ik een mail met een aftermovie. Daaraan zie je dat het real-time event, Best Kept Secret, het conversatie-event gaat versterken, omdat het real-time event nog doorloopt, waardoor ik misschien wel nog eens kan getriggerd worden om toch nog een dagje Best Kept Secret mee te nemen. Dus om misschien toch nog naar het festival te gaan. Het real-time event versterkt het conversatie-event, maar dan moet natuurlijk de community manager bij de pinken zijn en moet hij dus ervoor zorgen dat er content wordt gemaakt tijdens het conversatie, tijdens het real-time event. Hij mag natuurlijk niet te lang in zijn bed blijven liggen, of als hij in zijn bed blijft liggen, dan moet hij een medewerker hebben die voor hem de aftermovie niet alleen maakt, maar die ook nog eens gaat doorsturen via de nieuwsbrieven mailinglist, via die community. Je merkt, alles komt terug uit ons activatieplan. En als we een nieuwsbrieven community hebben opgericht, dan kunnen we die in stap 3 bij het faciliteren, dan kunnen we die hier nu in stap 9 gebruiken. Als iemand zoals Christophe Klaas, trouwens een influencer natuurlijk voor dat soort evenementen, de man uit Hasselt, die Hasselt heeft doen leven met zijn club in Hasselt. Wel, als die hier een post doet tijdens het festival, waarbinnen hij zegt dat het een ongelooflijk sterk festival is, dat kan nog eens een extra trigger zijn om toch eens een dagje te gaan kijken naar het event, of misschien volgend jaar eens te gaan kijken. Christophe Klaas zorgt ervoor dat de subjectieve waarde groter wordt bij andere conversatie-eventbelevers. Terwijl ik deze screencast aan het opnemen ben, is Time Warp bezig. Time Warp, een festival in Duitsland. Wel, terwijl het festival, het real-time event, bezig is, posten ze op een Facebook-event nog foto's van het real-time event. En daar zie je dus dat het real-time event, het conversatie-event, versterkt. Hè? 8 uur geleden, 2 uur geleden, dus dan was het al ochtend daar. Dus dat betekent dat ik nu die screencast aan het opnemen ben, dat het ongeveer rond 11 uur is, denk ik, in de ochtend, paasmaandag. Dus zo weet je wanneer ik die screencast hier aan het opnemen ben. En net nog niet zo lang geleden, zie je, 12 minuten geleden, dus ik heb die foto's er net ook ingevoegd in deze PowerPoint. 12 minuten geleden, Loco Dice taking down floor 3. Het real-time event versterkt het conversatie-event. Sommige dingen kun je inplannen. Plan zoveel mogelijk in. Plan zoveel mogelijk dus de content die je binnen het conversatie-event zal delen in. De content tijdens het real-time event. Hier zie je dat bijvoorbeeld. Zie je hier op zaterdag 19 april dat we de Facebook-header zullen veranderen van ik had hier moeten zeggen case 20 years views, van 20 years views, het profiel veranderen we, de Facebook event header veranderen we, een top picture hebben we van de dag met Richie Houghton. Hier hebben we ook vrijdag 18 april, actual Richie,
Dus actual betekent een, iets met nieuwswaarde van hetgeen er nu gebeurt. Witchy, die dus de arrival of in het restaurant enzovoort. Dit zijn allemaal zaken die je kunt plannen. Hè. Een toppicture van Richie, dus van de vrijdag. Hier een toppicture van Sven van de zaterdag, die we posten op de zondag. Dus dat kan het conversatie-event gaan versterken natuurlijk, waardoor mensen terug kunnen getriggerd worden om naar het real-time-event te komen. Sommige dingen kun je dus plannen. Hier, dit kunnen we ook plannen voor Fuse Replay. Dus waar we onze profielfoto telkens aanpassen. Vrijdag 9 november. This Friday, dat staat dan op de maandag. Tonight staat op de vrijdag. En de zaterdag zetten we daar thank you. Nogmaals, hier komt de kennis van wat Photoshop of wat Illustrator echt wel goed van pas. Als je dit allemaal aan een graphic designer moet vragen, dat doe je best wel zelf eventjes vlug tussendoor. Sommige dingen kun je plannen, andere dingen zijn dan weer iets moeilijker om te plannen. Met de wereldbeker voetbal ging het programma van de voetbalmatchen af van de prestaties van de Rode Duiven zelf. Dus dat kun je niet op voorhand plannen. Daaraan zie je dat Trigger Finger daarom vraagt om een andere plaats te krijgen op de affiche. Maar je kunt dat natuurlijk terug gaan gebruiken om toch extra waarde te geven aan het real-time event. Het real-time event door dan dus bijvoorbeeld hier op Graspop om dus een stage te maken, een jupilair stage waar de voetbal wordt getoond. Zuid-Korea tegen de Rode Duivels on big screen. Dus dat betekent dat je dit gaat posten binnen het conversatie-event, waardoor mensen die toch twijfelen om te gaan omdat er voetbal is, zeggen, kom, dan gaan we toch maar naar Graspop. Het zal nog leuker zijn. Daar kunnen we de voetbalmatch volgen met gelijkgestemden. Niets leuker natuurlijk, hè. Je weet wel, de waarde van de doelgroep zelf, de waarde van de mensen zelf op een event, hebben we gezien binnen concept bij doelgroep. Ook goed natuurlijk als je hier nog kunt een sponsor in betrekken, waardoor je tot een, op een win-win situatie komt. Win-win-win eigenlijk. De sponsor wordt er beter van, de event manager wordt er beter van en de eventbelever wordt er beter van. Sommige dingen kun je dus gaan plannen, andere weer iets moeilijker. En we zien dus dat hier het real-time event zal versterkt worden. Dat het real-time event dus het conversatie-event gaat versterken. En natuurlijk omgekeerd, het conversatie-event versterkt ook het real-time event. Het is een wisselwerking en soms is het, soms overlapt dat natuurlijk ook, die versterking. Het spreekt voor zich. Als er een treinstaking is, wel, dan is het wel interessant dat je dit kunt laten weten aan de mensen die op het real-time event zitten. Dus kun je laten weten welke several alternatives er zijn voor de fans die per trein naar huis komen, naar huis willen. Dus hier zie je dat het conversatie-event wat je post op je Facebook-pagina, dat dit zal terechtkomen bij de real-time event belevers. Het conversatie-event versterkt het real-time event. Een ander voorbeeld is natuurlijk waar een app, of hier zien we dan Foursquare, intussen is dat nu al veranderd natuurlijk, Foursquare van naam, waar je dus gaat inchecken, waardoor je gaat zien, inchecken, waardoor andere eventbelevers kunnen zien waar je precies bent. Sta je voor de main stage of sta je voor, zit je in de artist village of zit je ergens anders? Dus het conversatie-event versterkt bezoekers, versterkt de beleving van bezoekers van het real-time event. Eventjes iets over apps. Ik zal daar niet te ver over uitweiden, maar nu we dit weten, dat het real-time event het conversatie-event kan versterken en het conversatie-event versterkt het real-time event. Wel, als je ooit moet een app ontwikkelen voor jouw evenement, hou dan die twee principes al in je achterhoofd. Dus de app moet het conversatie-event en het real-time event versterken.
En ten derde moet je ervoor zorgen, en dat zien we dus hier, dat zoveel mogelijk conversatieacties in de app zelf gebeuren. Dit zijn drie principes van een event-app. Hier zie je dus dat het real-time event wordt versterkt vanuit het conversatie-event. Je kunt hier dus reminders toevoegen aan de app, dus waardoor je, via je smartphone wordt verwittigd wanneer een DJ begint. Het is de app hier van Ultra Music Festival. Hier zie je ook dus dat je kunt connecten met al je Facebook vrienden, dus waardoor het conversatie-event ook nog eens wordt versterkt. Hier het real-time-event. En hier zie je dat alle conversatieacties, of zoveel mogelijk conversatieacties, binnen de app zelf kunnen gebeuren. Dit eventjes tussendoor, toch wel, apps worden alsmaar belangrijker. Dus een elk festival dat een beetje een grootte krijgt, of een beetje elk serieuze festival moet de dag van vandaag toch wel een app hebben, waardoor het conversatie-event en het real-time-event kan worden versterkt. Goed, maar het moet niet altijd een app zijn. Tomorrowland heeft al gedurende een paar jaar nu een soort van festivalkrant. Oh, dat maakt natuurlijk ook deel uit van het conversatie-event. Het conversatie-event, dus een klassieke papieren krant. En dat versterkt de real-time beleving van Tomorrowland. Die krant wordt uitgedeeld onder andere op hun camping, op hun Dream Village en zo verder. Dus je krijgt informatie die de real-time beleving vanuit het conversatie-event, die de real-time beleving kan gaan versterken. Op dat moment. De krant kun je natuurlijk ook online vinden. Dat spreekt voor zich. Ik was in 2014 op een event van League of Legends. Dus het spel League of Legends, online spel. En die hebben dus ook een real-time event ontwikkeld. En daar zie je, als we dit eventjes nemen als case, dan zie je dat het real-time event hier ook het conversatie-event gaat versterken. Onder andere, wat kun je doen? Wel, het real-time-event wordt gebroadcast. Hier zie je broadcasters zitten naar alle delen van de wereld. Er waren daar broadcasters uit Korea, broadcasters uit China, uit Engeland en zo verder. Je kunt ook het real-time-event gebruiken en zelf een viewing-party organiseren. Hier zie je alle steden waar dat gebeurt, alle plaatsen waar dat gebeurt, waar je dus dan de content, de stream van het real-time event neemt en daarmee terug een via het conversatie-event, dus dat gaat binnennemen en terug een real-time event gaat op poten zetten, waar je dan op schermen kunt het real-time event vanuit Parijs streamen en tonen. Dus je ziet dat het real-time event versterkt het conversatie-event en wordt op zich terug een real-time event. Veel gekker kan het natuurlijk moeilijk worden. Andere zaken die je daar zag op League of Legends event in Le Zénith in Parijs, was dat een prachtige zaal. Daar zitten van die cosplayers, hè, mensen die, die zich uittossen in figuren, die meespelen in League of Legends, die je dan ook terug kunt vinden op Flickr. Flickr is natuurlijk nu een beetje niet meer zo geschikt daarvoor. Ze hadden beter Instagram genomen dan Flickr natuurlijk. Maar toch, je ziet het real-time event versterkt het conversatie-event. Nog een aantal zaken die daar waren. Een signing wall, waar mensen een handtekening op zetten. En dan natuurlijk een fotootje namen om terug te verdelen op Facebook of Instagram of Flickr. Ja, je weet maar nooit natuurlijk. Of Twitter. Dan komen daar ook nog eens die teamplayers van de verschillende groepen die tegen elkaar spelen, dus League of Legends teams, die komen hier en dan worden er ook nog eens foto's genomen. Er was ook een hashtag die werd verspreid en daar zie je een hashtag kan natuurlijk ervoor zorgen dat foto's die worden genomen vanuit het real-time event binnen het conversatie-event gemakkelijker kunnen worden gevonden. Remember ons faciliteren van de eventbelevers in de derde stap van ons activatieplan. Het faciliteren door hashtags.
En dan hebben we ook nog het conversatie-event. Dus we hebben enerzijds dus het real-time event die het conversatie-event gaat versterken. En we moeten ook kijken of het conversatie-event het real-time event kan versterken. Uiteraard is dat zo bij League of Legends, het online game. Dat behoort natuurlijk tot het conversatie-event. Het online game is net het main entertainment. Dus het entertainment waarvoor we is bijna het basis-entertainment waarvoor we naar het event gaan. Hier ziet u dus het online game. Dat wordt getoond op verschillende schermen hier allemaal. En hier zitten dan de teams tegen elkaar te spelen. Het conversatie-event versterkt het real-time event. Een ander voorbeeld was, hier zie je dat op deze foto, er was kritiek dat de presentatie was in het Frans, we zaten in Parijs, en veel Engelstaligen begrepen dus die Franstalige commentator niet. Wel, ze hebben direct, of de dag dat ik daar was, kon je via een radiofrequentie, kon je een Engelstalige broadcaster volgen. Het conversatie-event, een radio-uitzending, versterkt het real-time-event. Ze gaven trouwens ook dan gratis oordopjes voor mensen. Nee, geen oordopjes, oortjes, sorry. Gratis oortjes die je kon gaan ophalen, waardoor je via je smartphone gewoon dan met een frequentie-app, met een radio-app waar die frequentie zocht, live het event kon volgen in de taal naar keuze. Ik weet niet of er nog andere talen waren dan Engels. Ik denk dat ze enkel Engels hadden. Maar je ziet dus dat een klassiek medium, net zoals de papieren krant bij Tomorrowland, hier dus radio terug naar boven komt en het real-time event gaat versterken.